Yo mensen, en tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. De reden waarom ik deze video maak is omdat ik van 7 dagen in de week live naar 5 dagen in de week video's en 2 dagen in de week live ga. Waarom ik naar 5 dagen in de week video's en 2 dagen in de week live ga, is omdat de horecazaken weer open zijn. En nu zie ja, wat ik wil zeggen was, en nu zie ik jullie denken. Wat heeft dat met de horecazaken weer open te maken? Nou, de mensen die me kennen weten dat ik in de horeca werk. En ik werk tot 4:15 in de horeca. En dan is livestream daarna moeilijk te combineren. En te combineren betekent dat je zoals werk en live probeert te combineren. Dus dat je werk en live samenbrengt. Dat je werk en live samen wil doen. Maar dat probeer ik uit te leggen aan mijn handen. Maar dat wordt moeilijk, omdat ik tot 4:15 in de horeca werk en de mensen eten meestal avond tussen 4:15 en 6. En na het avondeten heb ik zelf ook niet echt tijd meer om live te streamen. Dus vandaar dat ik 5 dagen in de week video's upload. Oftewel, uploaden betekent online brengen. En op donderdag en vrijdag ben ik live, want dat zijn mijn vrije dagen. Want ik werk namelijk 5 dagen in de horeca. Waarvan 3 dagen in Elst en 2 dagen in Nijmegen. Ja, die zijn alle... Ik kom even niet aan mijn woorden, maar al die zaken zijn open. En ik keek daar net, toen ik zo deed, keek ik naar mijn bioscoopstoel die er staat. Er staat een hele mooie bioscoopstoel, maar ik dwaal nu af van het verhaal. Dat betekent dat ik meer met die bioscoopstoel bezig ben dan dat ik mijn verhaal aan het doen ben. Maar ja, wat ik dus wil zeggen is, de horecazaken zijn open, ik werk tot 4:15. Het is moeilijk samen te doen, live en werk. Vandaar dat ik op donderdag, vrijdag live ben en de rest van de dag alleen maar video's upload rond 12 uur ongeveer. Dan wel rond 12 uur 's nachts, want dan staat die video gelijk weer de volgende dag online. Gelijk op het moment dat van de volgende dag staat de video dan weer online. Dat is gewoon zoals altijd, zoals ik het doe. En donderdag ben ik om 3 uur live met Fortnite, standaard elke donderdag. En vrijdag, weten jullie, ben ik om 10 uur 's ochtends live met Weekend League. Dat wil ik even zeggen, dat dat verandert op dit kanaal. Ik hoop dat jullie dat leuk gaan vinden. Doe dan even blauw omhoog, laat een abonneer zijn belletje aan als je geabonneerd bent. En like deze video inderdaad. Ja, deze video komt op woensdag online. Dus zie ik jullie morgen om 3 uur bij gloednieuwe Fortnite stream. En vrijdag om 10 uur bij gloednieuwe Weekend League stream. Vrijdag zie ik jullie dan nu. Ja, ik kom even niet aan woorden, maar ik bedoel natuurlijk te zeggen dat ik jullie morgen om 3 uur, als jullie kijken, maar ik denk dat de meesten wel kijken, zie ik jullie morgen weer. Ik kom er niet aan woorden, maar dan zie ik jullie morgen terug bij een Fortnite stream om 3 uur. En wat ik wou zeggen was, in plaats van Steam, dan zie ik jullie vrijdag ook weer terug bij gloednieuwe weekly stream. Geen Steam, maar ik bedoel stream, maar ik zei net Steam, maar ik bedoelde stream. Nou, heb ik dat ook uitgelegd. En zoals ik net al zei, blauw omhoog, like abonneer, super het aan als je geabonneerd bent, like deze video. En dan ga ik het eigenlijk nog een keer zeggen wat ik net al zei. Dan zie ik hem morgen terug bij gloednieuwe stream om 3 uur op Fortnite. En bij Weekend League om 10 uur 's ochtends op vrijdag. Maar dat heb ik al gezegd, dus dat weten jullie. Jullie zijn van harte welkom om te komen kijken. En zoals altijd, abonneer op mijn kanaal en de groeten.